Oké, jongens, voordat de video begint, wij waren bezig met het opnemen van een vlog voor op ons vlogkanaal Sven en Koen Vlogs. Maar helaas kreeg de video een hele andere wending. Heb jij iets gezien of gehoord omtrent de kwats? Stuur ons dan eventjes een DM. Graag alleen maar DM'en als je echt iets gezien hebt of echt iets hebt gehoord. En je weet zeker dat het onze kwats zijn. En anders kan je hieronder in de comments wat achterlaten of een reactie. De video zal verder gaan en dan gaan jullie meemaken van hoe en wat. Wat er allemaal gebeurd is en hoe ze gestolen zijn. Yo mensen, mijn naam is Sven. Mijn naam is Koen. En vandaag is het tijd om naar Duitsland te gaan. We waren ondertussen op zoek naar wat zooi. Maar tussen al deze andere zooi gaan we dat niet meer vinden. Ik heb geen idee waar het ligt. Maar wat ik wel weet is, als we dit denk ik allemaal opruimen, dan zijn we 2 uur verder. Ja. En wij moeten naar Duitsland. Dat is niet handig, want het inpakken is ook 2 keer zo lang. Precies, want als je dit dus plat stampt, dan dat is rot. Dat gaat allemaal weg. Kijk, want nu kan je gewoon even kijken hoor. Het ziet er niet overzichtelijk uit, maar hier ook. Klein doosje, iets kleiner doosje. Ben je op zoek naar een grote doosje, dan pak je die erbij. Zo makkelijk kan het gaan. Ja, echt. Zo ideaal. Zo gaat het ook. Dit is een tip voor bol.com. Leg al je dozen zo neer in 1 grote loods. Of we hebben van die dure nieuwe dozen met ze of plak en tape. Dat kan ook. Dat denk ik eerder. Dat is het allerbeste. Ja, dat denk ik. Zo'n hele plakmachine. Precies. Druk je op knopje die doos. En de doos staat er. Ja. Product, vroep, valt erin en klaar. Ja, nee, nou, wij gaan. Ik weet niet waar die ligt. Ik ook niet, ik heb geen idee. Nee. Och, wat een mooi setje dit, hè. Ik kan niet wachten tot weer het vuurwerkseizoen begint, jongens. En jullie ook niet, zag ik in de comments. En we komen aan bij de auto's. We hebben 2 autokeuzen. We hebben de 107 en we hebben de 308. We willen naar Duitsland. Het meest comfortabele is die. Maar het meest zuinige is die. Maar de meeste ruimte hebben we weer die. Maar daar past ook wel veel in. Maar ik denk dat we gaan overwegen om toch met dat groene monster te gaan. Sportieve. Ja, want dan en we zitten best wel lekker, want we moeten best wel een aardig stukje door Duitsland. Dit moeten we nog even veranderen, die uitlaat. Wat ja. Niet te doen. Nee, en de topspeed van deze is volgens mij nu 120 met die uitlaat. Ja. Want hij kan gewoon niet harder. Echt nee, niet. Nee, hij houdt op. Gewoon die uitlaat is te groot, dus hij heeft geen druk en dan kan hij niet vooruit. Nou, en hier ook kunnen we gewoon cruise control rustig leuke snelheid rijden. Precies. Zal ik eens kijken hoe ver het rijden is nu? Hoe ver is het rijden nu? Zal ik hem alvast even naar de voordeur? Rij jij hem alvast naar de voordeur? Of eigenlijk zal ik alvast naar het tankstation rijden? Want dat is nog beter, ja. Het eerste want die gaat wel een paar keer leeg ook. Deze moeten we een paar keer tanken. Maar we hebben een beetje uitgerekend, verzendkosten en alles erop en eraan, het ophalen. Dat is veel goedkoper. Op deze route passeer je een landgrens. We hadden dus een afspraak in Duitsland en daar hadden wij wat spulletjes voor nodig voor de terugreis. En daarom moesten we dus met de grotere auto gaan, zodat we die helemaal vol konden gooien. Aangezien het niet in de 107 paste, moest ik dus even ruimte maken, omdat ik nog wat spullen achterin had. Koen dacht, ik zet die spulletjes eventjes in de 107, maar die kwam er dus al snel achter wat er dus aan de hand was. En dat gaan jullie dus nu zien, want hij heeft toevallig de vlogcamera mee. Fucking hell, ik tril helemaal, Ja, ik heb de camera, kom snel. Kom snel, Sven. Oh mijn god, 2 stuks. Ik wil dit naar boven brengen. Ik tril helemaal. Kijk dit. Jongens, kijk dit. Fucking hell. 2 kwads gejat. Doorgeslepen. Hier ligt ook nog wat. Oh mijn god. Holy shit, dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal, jongens. Dit is niet normaal. Hier, check dit, Sven. Hier, kijk hier, hier ligt ook nog wat. Ze hebben gewoon lopen open trekken. Ik tril helemaal, joh. Ik schrok. Maar zijn we verzekerd voor dit? Ja. Wow, we hebben gisteren gereden nog. Op kenteken en dan jatten ze hem nog. Ik tril echt, ik vind het wel eng, hoor. Geloof. Even serieus, jij hebt niks gedaan. Je sluit geen slot door, prank, iets. Jij hebt dashcam in jouw auto, maar ik weet niet of je het doet. Nee, geloof ik niet. Ik geloof niet. Ja, maar niemand gaat een prank doen om die dingen te jatten. Dat kan toch niet? Dit is gewoon een scenario wat je dan bedenkt. Tot hoe laat waren we hier gisteren? Is hij gejat toen wij hier waren? Hoe kom je door die... Ik hoor jou schreeuwen. Ik kan het gewoon niet plaatsen. Het allerbelangrijkste vind ik dat we verzekerd zijn, maar... Is het echt? Ik lieg niet. Ik vind het lijkt wel een droom. Dit kan niet. We moeten het niet aanraken. Hè? Besef. Nee.
hier niks met dit slijptolletje en ons ding hier is getrokken. Hier, met de schroef erin. Hier, in het slot, zie je? Dit is met zo'n trekker gedaan. Zie je? Ja. Schroef erin gedraaid. Oh, ik dacht, waar zijn de kwats? Ik zie in één keer dit. Twee stuk, dit op kenteken. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ja, politie bellen toch? Ja, ik ga thuis ook afzetten. Ja, nee, dit moeten we even verzetten. What the fuck? Dit, we hebben gisteren, ja. We reden hier om 1 uur 's nachts weg. Wow, dit is getimed. Ik vind het eng. Ik vind het heel eng. Ik vind het echt heel eng. Ik tril echt serieus, maat. Het is echt geen grap, dan ga ik nu politie bellen. Ik ga niet voor de grap een slot van 100 nog wat doorslijpen. Politie bellen, dit is echt te ziek. Twee stuks, dit is echt... We zeiden het nog, hè. Wie gaat hier nou die dingen jatten? Oh, ik weet gewoon. Ik tril, ik... Wat de fuck? Hoe gewoon, ik weet niet hoe ik moet bellen, joh. Maat. Ja, ik ga nu politie bellen. Ja. Oh, ik vind dit doodeng. Onze kwast zijn gestolen, maar ik weet niet wanneer dat nou gebeurd is of nou net of wat. Ik wist even niet welk nummer ik moest, maar... Ja, kwast zijn gestolen. Raptor 700R. Op kenteken. Het kenteken staan ze. En ik kan het kenteken doorgeven. P616KJ. Oh. Dit is niet normaal, maat. Sorry, echt. Wanneer is dit gebeurd? We hebben echt in de nacht gereden. Dit is wel creepy hoor. Twee kwads op kenteken weg. Terwijl het zit hier zo goed dicht. Dit zit altijd dicht. Gaat nu open voor die auto, maar dat is niet normaal. Daar hebben we een camera. Daar hangt een camera. Binnen hebben we een camera. Dit is dicht. Hier staan camera's om aan te bellen. Zo ziek jongens. Dit is echt niet normaal. Hoe de fuck hebben ze die meegenomen? Kijk, tech nodig om die deur te openen. Hier, daar camera, binnen hangen camera's. Zo, zo kut. Ik ben nu bezig met de politie bellen voor aangifte. Ik moet dus aangiftes doen. Ik weet niet wanneer deze video online komt, omdat waarschijnlijk mogen we niet alles vertellen, omdat het niet slim is. Het onderzoek. Aangifte loket, gestolen voertuigen van het LIV. Okay, ik ben dus nu doorverbonden voor gestolen voertuigen. En ik ben nu gewoon net aan het wachten. Maar dit is echt onwerkelijk jongens, ik geloof het gewoon niet. Maar we zijn goed verzekerd als het goed is. Dus daar hebben we allemaal nagekeken. Dus daar ben ik echt blij mee. Steeds aan het bellen. Voor die aangifte. Ze bellen terug. De politie is er ook nog steeds niet. Nee, maar... Het moet echt. Ja, maar even serieus. Ik moet gewoon aangifte doen. Kunnen we niet langs gewoon? Ja, is dat niet sneller? Dan kunnen hun lekker intypen en wij vertellen. Ja. Maar die politie moet eerst komen, maar... Zal ik even snel naar een raam naar binnen voor die camera? Ja, dan wacht ik hier even. Voor informatie over het doen van... Dat is niet normaal. Boah, ik ben nog 10 euro bij elkaar als ik uit. www.politie.nl. Bedankt voor uw geduld. Oeh, net op tijd. Net op tijd. Nou, afwachten. Ik moet nu weer de politie bellen voor de beelden. Ja, dat kunnen ze. Dat duurt echt lang, joh. Ja, dat mogen wij niet opvragen van privacy. Ja. En ja, ik ga mijn auto parkeren en dan ga ik de beelden kijken van deze auto. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, daar liggen ze dan jongens, de twee sleutels. We hadden dus een afspraak in Duitsland, maar dat gaat niet door, want dit is gewoon zoveel ellende. Dit is echt vreselijk. Dat hadden we nooit verwacht. Ja, helemaal kut, hij staat gewoon op stuurslot, vast aan het hek, in een gesloten garage, vol met camera's, dus we moeten camera's opvragen. Privacy dingetjes, politie moet nog komen. Verzekering moeten we bellen, want ze staan al kenteken. De kentekens zijn doorgegeven ook nu. Dus die staan natuurlijk als gestolen. Maar die kwads die gaan wij niet meer terugzien. Want die zitten nu al ergens in een box. Dat nummer wordt eruit geslepen, noem het maar op. Andere kleur, andere kappen, die gaan we nooit meer terugzien, denk ik. Ik ga nu Meo bellen. Dat is, ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. De eigenaar die onze kwads verkocht heeft. Ja, ik film nog wel even, want dan ben ik wel heel benieuwd naar zijn reactie. Hey Meo, goeiedag. Hallo. Hey. Ja, niet zo heel goed. Oh nee toch? Ja, de kwads zijn gestolen. Je maakt een geintje. Nee, het is echt zo. Allebei. Het is echt geen grap. Het is echt, ze zijn gestolen. Net.
Je loopt echt fucking nu toch? Nee, het is echt geen grap, ik zweer het. Stuur de foto door. Nee joh. Ja. In de parkeergarage, slot doorgeslepen, het stuurslot met de schroef erin. Heel erg kut. Oké, we hebben dus net een gesprek gehad dus met Meo. Nog even heel kort. Meo is dus de quad-verkoper van onze quads. Hij heeft ons met alle plezier en trots verkocht. En hij heeft er heel veel moeite aan gedaan. Ja, echt heel veel moeite. Ja, en de quads hebben we dus nu in totaal 2 maanden gehad. En ze zijn dus nu al gestolen. En hij dacht heel echt snel dat we een grapje maakten. Ja. Maar we maken helaas was echt dat geen maar grapje. Zo, ja. Nu is het op het moment dat de politie komt er nu aan. Dus daar gaan we eventjes nu naartoe. En daar gaan we eventjes in gesprek. En dan zien we wel weer verder. Nou, we zijn goed geholpen door de agenten. En deze gaan weer verder. Ja, blijkbaar staat dus een camera bij het station aan de overkant. Ja. Dus hopelijk staat die gericht bij ons. En misschien hebben ze nog een kenteken van een busje die langs heeft gereden. Maar ik ben er bang voor dat wij hem nooit meer gaan zien. Want nee, de verzekering duurt 30 dagen. Als hij 30 dagen niet teruggevonden is, dan horen we weer wat. En dan krijgen we iets uitgekeerd. Ja. Nooit alles. Nooit alles. Helaas verloren geld. Het is waar het is. Heel snel, hè? Echt, ik had dit nooit verwacht. 2 maandjes. Ja. Weg. Gone. Zo snel kan het gaan. Ja. Zo snel ga je het nooit verdienen. Tenzij je gaat stelen. Zo. We hebben korter gewacht dan... Zo, dat zeker. Oké, jongens. Alles is een beetje nu afgehandeld. Ondertussen gaat carversview.nl gewoon door. Ja, dat gaat gewoon door. Ja, we zijn allemaal bestellingen aan het inpakken voor jullie. Jullie willen niet beseffen hoe een rare dag dit is voor ons. Nee, de hele planning loopt anders. Ja. We zouden zelfs naar Duitsland gaan vandaag. Ja. Dat gaat gewoon niet door. Nee, en nu moet uiteindelijk de pakketten dus ook helemaal verder ingepakt worden. Ja. Die willen nog op tijd leven, zodat de mensen gewoon geen dupe zijn van dit probleem. Nee. Het is ontzettend jammer. Wat er gebeurt, is het gelukkig maar materiaal. Ja. En dat is altijd te vervangen. Helaas is de manier waarop het gebeurd is jammer dat het gestolen is of gejat. Maar je kan er niks anders aan doen. Nee, je kan niet meer terug in de tijd. Nee. En dan, wat had je dan gedaan? Want ja, precies. Als er nog een slot om zat, hadden ze dat ook gedaan. Dus je weet het niet. Het kan altijd gebeuren. Het is wat het is. En we proberen altijd in onze video's iets van leerzaams mee te geven. Ja. Maar hier, helaas kan ik hier niks bij zeggen. Nee, van zet het beter op slot. Maar dat hebben we gedaan. Ja, precies. Dubbel op slot. Maar zet het niet online. Dat kan je doen. Zet niet online. Maar het is ons werk. Want zonder dat we het online zetten, hadden we het ook niet kunnen kopen en niet kunnen betalen. Dus het is wat het is. Ik ga weer verder met dit pakken. Ik ga je helpen. Kijk eens jongens, het enige wat nog over is van onze cadeautje, want het was uiteindelijk hebben we het gekocht omdat we een bepaalde omzet hebben gehad waar we heel erg trots op waren. Ja, en we wilden onszelf een cadeautje geven dit jaar. Precies. En maar ons cadeautje ligt hier. Maar beter dat ze dit laten liggen, want dan hebben we nog iets van bewijs. Stel staat het slot mee, dan was het gewoon helemaal kaal. Ja. Van weg. Ja, dat dus is zeker waar. Dus een cadeautje. en een gratis tip. Ja. Nou. Ja, nee, dit is waar het is. We moeten dit gewoon weggooien. De politie heeft er helemaal niks mee gedaan. Nee, geen vingerafdrukken. Nee, heeft ook geen nutje. Die was jij heel benieuwd naar welke sleutel dat was. Ja, welke sleutel past hier nou in? Is dit het stuurslot of het cilinderslot? Het zou ook nog tankdop zijn, maar dat zou echt dom zijn. Ja, want tanktop zit ook nog een slot op. En ze moeten getankt zijn. Jij wil een schroefdraaier pakken. Ja, klopt. En dit zijn de helmen, alles erop en eraan. De grote vraag is nu, gaan wij nieuwe kopen? Maar voor nu is sowieso het avontuur voorbij. Het kwadavontuur is nu even klaar. Ja, het hele kwadavontuur. 3 helmen totaal. Eentje van mijn vriendin, eentje van mij, eentje van Koen. We hebben nieuwe audiosystemen ingelaten bouwen. Er komt nog een video online met de quads. We hebben nieuwe audiosystemen erin voor de vlogs met GoPro's. Allemaal een mooie cardeautje. Ja, noem het maar op. Hebben we helemaal niks meer aan. Nee. Dit is het laatste dat we over hebben. Ik ga nog even deze openmaken en gaan we kijken wat voor slot erin zit. En houd het kwadavontuur echt op, jongens. Dit was het. Nou, het schroefje eruit. Schroefje is eruit. Ja, ik twijfel. Pak de sleutel. De sleutel van de kwad. Ik probeer nu, maar het is... het contactslot. Holy shit, rijdend weg. Dat zou helemaal echt lijp zijn. Ja, het is het enige waar die er echt gewoon goed in past. Ja. Contactslot, hé. Ja, dan geen busje, niks. Hè, zijn ze echt rijdend weggereden? Dan heb je wel lef met dat geluid. Ja, echt contactslot. Ik heb nu helemaal doorgeduwd. Ja, is het contactslot? Ja. Nou, heeft er iemand dat ding zien rijden of heeft er iemand in 1 keer 2 van die nieuwe dingen? Zo bizar, hè. Wij hebben zo hard gewerkt, zo hard voor deze kwad. Heel hard gewerkt. Nu nog steeds in dit gezeik. Ja, we moeten nu nog harder werken om het geld weer terug te krijgen. Dat is echt zo, ja, hè. Want het is zonder grap. We krijgen wel waarschijnlijk geld terug van de verzekering. We kunnen nog geen uitspraak erover doen. Maar eigen risico, de dagwaarde, het is zo het ziek. Het kost altijd geld en dat moeten we weer terug gaan verdienen. Dat verdienen we niet terug in een maandje, want zo groot zijn wij niet op YouTube.
Nou, dit was het verhaal. Einde kwadvideo's. Er komt nog één kwadvideo online, die hadden we al eerder opgenomen. En dan dat was echt de laatste avond. Dat was die avond dat hij gejat was. Flink lopen crossen ook met dat ding. Nou, we hebben nog wel even genoten. Ja. Oké, jongens, er zijn dus wel beelden, want er hangen 3 camera's bij de parkeergarage. Maar heb jij meer gezien of gehoord? Zijn we heel benieuwd naar jouw verhaal. Ja, en wij gaan ons verhaal wel verder delen. We mogen nu niks delen over die beelden. Nee. Er zijn wel beelden, maar we mogen daar niks over zeggen. Nee. We houden jullie op de hoogte. Mensen, bedankt voor het kijken. Ontzettend bedankt voor jullie support. Alles op Instagram, we hadden het ook al geplaatst. Ja. Jullie zijn echt helden. Toppers. Ontzettend bedankt daarvoor. En een van die helden heeft waarschijnlijk om zijn kwad gejat. En jij bent echt een klootzak. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.